Bemelen is er hier één schoolkampioen aanwezig. En dat zijn er 9 in totaal. 9. Er zijn 9 kinderen die vandaag strijden voor de titel voorleeskampioen van de gemeente Drimmelen. Nou jongens, zullen we ze even een groot applaus voor geven? Dit is de jury. Gaan we beginnen. Hallo allemaal, ik ben Rosine Sinnert en ik kom van de Zonzeel in de Rijn. Ik zit in groep 8 en ik ga jullie voorlezen uit dit boek, Juffrouw Tos. De schrijver van dit boek is Tosca Mente en de tekeningen zijn gemaakt door Ellie Rees. De nieuwe juf was groot. Ze was enorm en gevraagde. Een gezakte mens van minstens 1 meter 90 lang. Dat ze dagkleren voor konden maken, schoot de Kaya zo. Het mens trok een gebloemde jurk waar je gemakkelijk in zou kunnen kamperen. Zo groot was die. Onderuit de jurk staken 2 witte benen met zwarte stoppels die eindigden in brede bruine schoenen met hessen. De schoen van maat 46. Uit de gebloemde mouwen staken handen als kolenschoppen en uit de kaarsstukken lang rechte hoofd met een vierkante kin, een lange neus en een strakke naar beneden getrokken mond. De wenkbrauwen van mensen waren dik en de ogen groot en dunkel. Haar zwarte haren waren een stap uit de grond gekant op de knop, die zo rond en glad was als een nieuwe jachtbal. Kort gezegd, ze had een nieuwe juf eruit als een grote, mislukte gezin. Maar dat had niet erg moeten zijn, juffrouw als gezin kunnen net zo aardig zijn als klein. Van
van de chocola. Help! 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 Kruiste hij. Haal me eruit! Sta daar niet zo! Jammerde mevrouw Slok tegen meneer Slok. Doe iets! Ik doe al iets! Zei meneer Slok, die bezig was zijn jas uit te trekken en zich klaarmaakte om in de chocola te springen. Maar terwijl hij bezig was, werd de ongelukkige jongen steeds dichter en dichter naar de mond van een van de reusachtige pijpen toegezogen. Hallo allemaal, ik ga een stukje voor jullie voorlezen uit het boek De Reuzenversing. De Reuzenversing is geschreven door Roald Dahl. En de tekeningen zijn gemaakt door Quintin Lee. Een heel groot gat dat gemaakt zou kunnen zijn door een dier. Bijvoorbeeld door een dier dat zo groot was als een vos. James knieuwde en stak zijn hoofd en schouders naar binnen. Hij kroop naar binnen en hij bleef kruipen en kruipen en kruipen. Dit is niet alleen maar een gat, dacht hij. Het is een tunnel. In de tunnel was het vochtig en donker. En overal hing de merkwaardige bitterste geur van verse perzik. De tunnel was donker. En overal, rondom de knie was het wassig. De muren waren nat en kleverig. En van de bovenkant druppelde persensap omlaag. James deed zijn mond open en vinger nog van op met zijn tong. Het smaakte heerlijk. Hij kroop nu omhoog alsof de tunnel recht naar het middelpunt van de reusachtige vlucht leidde. Om een paar seconden bleef hij zitten en beet hij een stukje uit de muur. Het vruchtvlees was zoet en sappig en enorm verfrissend. Ik ga lezen uit zijn vraagstuk en de mysterieuze verdwijning van Carrie Slee en de illustrator Iris Botha. Wat is dat voor lawaai? Zegt ze hardop wanneer ze nadert de bel ze gaan gejoelen. Het komt van buiten. In een paar stappen staat ze voor het raam en dan ziet ze leerlingen in het speelbaanhuis. Wat? Hoe komt die poort open? Ze rukt het schilderij van de muur. Die slimmerik, denkt ze als de sleutels het hangen. Met grote stappen loopt ze naar de deur. Vang me, krult ze door de gang. De conciërge komt hijgend aangerond. Hoe durf je? Schreeuwt ze sprakel als hij voor haar staat. Wat bedoelt u, mevrouw? Doe maar niet net alsof je van geen kwaad weet. Je vond het toch zo zielig voor die leerlingen? Je hebt me bespied. Ik weet niet waar u het over hebt, mevrouw. Oh nee, kijk dan eens naar buiten. Jij lafhartige weekdier. Je hebt de sleutel van het haak gehaald en de poort opengezet. Dat is een misdaad. Weet je dat wel? Maar mevrouw, ik weet van niks. Is de poort dan open? Hij rent naar het haak. Dan kijkt hij je vragen met open mond aan. Ik ben Elie uit groep 8 van basisschool De Schittering in Oosterwoude. Ik ga jullie voorlezen uit De Jongen met de 9 Wensen van Helle Rutter. Hoofdstuk 1. Vroeger zei mam altijd dat hij een wens moest doen. Bij normale dingen, zoals kaarsjes uitblazen, een vallende ster of een regenboog. Maar ze bezond ook nog allerlei andere redenen om een wens te doen. Als ze iets tegelijk zeiden, riep ze, doe een wens. Als we ergens een veertje zagen, of een vogel, wat voor vogel dan ook. Zelfs als we een gehavende duif met maar één poot zagen, riep ze, doe een wens, Leo. Zelfs bij de meest smerige dingen. Bam, is het een harige gebakken ei. Doe een wens, Leo, vlug. Ik wens dat er geen harige gebakken ei zit. Als we onder een brug doorliepen en er een trein langs kwam, als ik mijn elleboog stoten, als de wind blaadjes in mijn gezicht groeien, of als het begon te sneeuwen. Volgens mam was er altijd wel een reden om mijn wens te doen. Als je geen wens kan doen, kan die ook niet uitkomen. Of wel soms. Hallo, ik ben Janna Larsson uit van den Duin uit Maden. Ik lees een boek waaruit ik voorlees. Heet De Meestervervalser, geschreven door Annemarie Jongbloed. Ik hoor de wielen van Harms rolstoel over de stenen gaan en ik hoor zijn stem. Buut Bilal! Wat doet hij nou? Dan hoor ik de voetstappen.
en Gerrits stem. Hé, jij daar. Ik zag je net met Bilal. Waar is hij? Ik ben bang dat Gerrit mijn hart hoort kloppen. Dwars door de deur heen. Bilal, zegt Harm. Ja, dat was heel gek. We deden verstoppertje en ik zag hem net door de struiken daar helemaal aan de andere kant van het plein gaan. Ik riep nog buut, maar hij was al weg. Als ik niet zo bang was, zou ik in lachen uitbarsten. Wat een goede zet van Harm. De voetstappen gaan weg van mijn verstopplek, totdat ik ze niet meer hoor. Au, roept Gerrit dan. Het staat hier vol met brandnetels. En als zij naartoe gekomen gaan, de laatste. Ik ga voor, ik ben Willem en ik ga voorlezen uit het boek Meesterspion. De waarheid. We stormden met de hele klas de kleedkamer binnen. De beige regenjas van de meester hing aan te maken. Zijn kleren en tas lagen op het bankje. Ik voelde in de zakken van zijn jas. Tegels greep zijn broek. Hier trok de tas open en hield hem ondersteboven. Er vielen een paar boeken uit en een etui. Dat was alles. En in de broodtrommel die in het voorzak lag, zaten gewoon een paar boterhammen en een bakje frisbee. Nergens ook maar een spoor van een pistool of een ander wapen. Misschien ligt het wapen in een auto, riep Jerry. Terwijl hij de autosleutel uit de broekzak trok. Natuurlijk, riep Tegels. Snel, voor hij terugkomt. Ze kristen de sleutel uit zijn handen en renden naar de buitendeur. We spurten met de hele klas achteraan aan. Buiten was het waarschijnlijk best wel koud in een lelijk t-shirt en een korte broek. Maar ik denk niet dat iemand het merkte. Ik dacht in ieder geval geen moment aan de kou. We renden het plein over, het hek door en de parkeerplaats van de leraren op. Tussen de auto's die er altijd stonden, stond één auto die we nog nooit hadden gezien. Kunnen maken, want ik zat op het gemeentehuis. Ik denk, wat hoor ik allemaal? Bij een voorleeswedstrijd is het toch altijd een beetje stil, maar jullie kunnen er wat van. Jongens en meisjes, mij is gevraagd om hier nu bekend te komen maken wie er dan de winnaar is van de voorleeswedstrijd. En ik heb gehoord dat er 9 fantastische kandidaten waren. En die hebben het allemaal ontzettend goed gedaan. Dus ik wil eigenlijk eerst al even een heel groot applaus voor alle kandidaten. En uiteindelijk, dat weten jullie allemaal, kan er maar 1 iemand de winnaar zijn. En de jury heeft mij verteld dat ze heel diep onder de indruk waren van het fragment dat werd voorgelezen. En dat de manier waarop het werd voorgelezen, de stem, paste bij het verhaal. En ik weet ook precies wanneer het is voorgelezen, want toen waren jullie allemaal muisstil. Jongens en meisjes, meesters en juffen, de winnaar is geworden Neva van de in Goorlen naar de halve finale en volgens mij ga je dat ontzettend goed doen en vanaf nu staat iedereen hier helemaal achter jou, want we gaan zorgen dat Drimmelen dat gewoon hier even helemaal binnen gaat halen. Gefeliciteerd, goed gedaan en volgens mij mag jij even draaien. Kijk, bij een winnaar van de wedstrijd, daar hoort natuurlijk een prijs, dus alsjeblieft, deze is voor jou. Zo, dag Neva. Van harte gefeliciteerd met je prijs. Wat denk je nou aan? Ja, ik vind het heel leuk en ja, ik had het ook gewoon niet verwacht. Had je het niet verwacht? Nee. Wat vond je van de andere kinderen? Ja, ik vond ze allemaal heel goed.
En wat vond je zelf van jouw boek? Ja, ik vind het een leuk boek ook gewoon. Het is wel spannend, maar het is wel... Ik hoop dat er ooit nog een deel 2 komt, want op het einde is het heel spannend ook gewoon. Zit er een goed einde aan dit boek of zit er geen? Want ik was wel heel erg benieuwd hoe dat het afliep eigenlijk. Maar je stopte ineens met praten. Ja, op het einde... Het is eigenlijk een soort... Je weet nog niet wat er echt gaat gebeuren, want... Op het einde is het eigenlijk gewoon... Als er een deel 2 zou zijn, zou je pas kunnen lezen of het goed komt. En is dat tweede deel, is dat nog niet geschreven dan? Nee, volgens mij niet. Volgens mij niet. Nou, en je hebt nou gewonnen. Dus jij bent eigenlijk de beste voorlezer van de gemeente Drimmelen. Nou mag je naar de volgende ronde. Wat vind je daarvan? Ik vind het spannend, maar ook superleuk. Je gaat het vast heel erg goed doen, denk ik. Ja, heel hartelijk gefeliciteerd met je prijs. En ga je bij dit nieuwe, ga je dan weer hetzelfde boek voorlezen of ga je iets anders verzinnen? Ik denk dat ik wel hetzelfde boek ga lezen. Ook hetzelfde stuk? Dat weet ik nog niet. Oké, want is er misschien verderop, eerder in het boek, is daar ook spannend? Er zijn wel heel veel spannende stukjes. Oké, nou hartelijk bedankt. Geniet van je prijs en je hebt het echt supergoed gedaan.